thuis in Santé naar de finales van de play-offs. Hoe voelt dat? Geweldig. Dit is waarvoor we hebben gewerkt en ja, dat mag gebeuren. Dat is geweldig. Ja, in de eerste helft kom je al snel op een comfortabele 0-2 voorsprong. Dacht je toen al van, nou, dit gaat niet meer fout? Ja, je mag niet gemakkelijk denken natuurlijk, maar wij wisten dat als we de eerste goal zouden maken, dat het heel lastig zou worden voor hun. En dan schiet je die tweede erin en dat is eigenlijk bevrijdend. En dan kan je gewoon gaan voetballen de tweede helft. Niet helemaal gelukt, maar ja, we hebben over de streep getrokken. Met welk plan gingen jullie van deze wedstrijd in vandaag? Doelpunten maken. Zo snel mogelijk die wedstrijd killen eigenlijk. Ja, meer niet. En dat is gelukt? Zeker. Vooral als je kijkt naar de eerste helft, gelijk gelukt. Dus ja, alleen maar blij. En dan na de wedstrijd een mooi feestje met het uitvak. Ja, dat zijn volgens mij de momenten waarvoor je dit doet. Ja, dat is geweldig. Ook de support die we elke wedstrijd krijgen, het is geweldig. Dus ja, big up naar hem. Ja, en dan wachten we in de volgende wedstrijd Excelsior of Heracles. Heb je nog een voorkeur? Nee, nee, geen voorkeur. Het maakt echt niet uit. Ik denk dat met onze ploeg dat we iedereen kunnen verslaan. Dus ja, geen voorkeur eigenlijk. Eerst maar eens even nagenieten van deze overwinning. En nou, al snel denk ik vooruitkijken naar de volgende. Ja, ja, je mag niet te lang genieten natuurlijk. Finale is al heel snel, maar heel eventjes kan wel.